De ministers van Justitie van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, respectievelijk Charlton Hato, Anna Richardson en Rocco Chon, zullen deze week een werkbezoek brengen aan Suriname. Tussen 22 en 26 augustus zal gastheer minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie samen met zijn ambtgenoten enkele justitiële instituten bezoeken. Het bezoek van de drie ministers van de Antillen kan ook gezien worden in het kader van de gezamenlijke historische banden met Nederland. Op deze eilanden is er een groot aantal Surinamers woonachtig, waardoor het van belang is om de banden verder aan te halen. Het Openbaar Ministerie laat aan de gemeenschap weten dat vanaf maandag 28 augustus de parketwacht gehuisvest zal zijn aan de Liemersgracht nummer 92 in het gebouw van het Openbaar Ministerie. De afdeling zal vanaf vrijdag 25 augustus 2023 bezig zijn met de verhuizing. De registratie van melkveehouders die door het directoraat veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uitgevoerd wordt, verloopt gestaag. De boeren werken goed mee aan het onderzoek. Uit de registratie blijkt dat de meeste melkveehouders minder dan 10 dieren hebben.